MatchMyView. U heeft een handelsidee, maar hoe vindt u snel het juiste product? MatchMyView vindt het juiste product voor uw beleggingsscenario in een fractie van een seconde. MatchMyView is een intelligent, intuïtief en gratis hulpmiddel. Om gemakkelijk een hefboomproduct te vinden die overeenkomt met uw scenario. Bespaar tijd, optimaliseer mogelijke winsten en houd verliezen onder controle. Test much my view via skburst.nl. Ja, goedemiddag. Welkom bij de de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 25 mei. De beurs uh, is wel een beetje opgekrabbeld, rond de 760 punten, met dank aan Nvidia en natuurlijk chip aandelen. En uh, ja, verder nog schuldenplafond, nog wat andere dingen, macro-economische dingetjes. En daar gaan we het vandaag over hebben met de gebroeders Wiersma. Ja, daar staan ze met z'n tweeën. Ja, 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 dat ja. gebeurt niet vaak. Hilco en Simon. Ja? Wie is Hilco ja. wie is Simon? Ja, dat weten we. Hè. Hilco, Simon, je was hier al eerder, Tot. anderhalf maand geleden. Toch gaf je nog een hele goede tip, dacht ik, Basie. Nou, dat is allemaal ja. fantastisch uitgepakt. Daar gaan we straks over hebben. Ik wilde niet te zeggen. Uh, hot nieuws vandaag met de chippers. En je broer meegenomen. Zeg, dan neem je broer een keer mee. Simon, ja. wij kennen jou van de ING Investment Offers. Klopt. Van Bob Holman. Jij bent daar ook uh, werkzaam. Ja. En uh, misschien is het goed. Dus de, daar even uh, iets over te weten komen. Wat jij precies doet bij ING. Wat je rol daar is binnen dat team. Ja, nou je zegt het al, hè? ik ben uh, collega van, uh, van Bob, Bob Holman, en werkzaam bij het ING Investment Office. Inmiddels ook alweer uh, bijna 15 jaar, zat ik me net te bedenken. Um, een heel hecht team ook. Um, en wat we doen is het, uh, ja, het beheren van uh, de beleggingsstrategieën zoals we die uh, aanbieden aan onze klanten. Uh, niet alleen in Nederland, maar uh, ook in het uh, in buitenland: België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Duitsland. Um, ik ben investment manager samen met nog drie andere collega's. Ik ben verantwoordelijk voor uh, de strategie Index en de nieuwe strategie SDG Impact. SDG, SDG Social Development Goals of Sustainable Development Goals, moet ik beter zeggen. Ah. Um, en uh, dat is uh, de nieuwe strategie die we vorige week hebben gelanceerd. En uh, misschien heb je het wel gezien op de beurs afgelopen maandag. Ja, ja ik zag de, jullie op de grond slaan. Uh, uh, ja. Ja, nou, um, daarnaast hou ik me vooral bezig met, uh, met strategie, zoals ik al, uh, al zei. Uh, dus dat is het ontwikkelen van, uh, van de visie, uh, de macro-visie, en uh, hoe past dan. Uh, zeg maar, ons beleggingsbeleid daar, daarin en zijn er dingen die we aan moeten passen. En heel veel communicatie, hè, zoals uh, podcast, uh, ja. maar ook uh, richting uh, financiële media... om uh, uitleg te geven wat er gebeurt in de wereld. Ja. Oké, okay. nou we gaan zo even door op die impact. Uh, strategie die jullie hebben, hebben uitgerold. Eerst even naar Heel. Hilco. Hilco, jij was vandaag alleen maar het geld tellen natuurlijk... met Asmi en Bezi. Dat is nee, helemaal, hartstikke druk winnen met vandaag? Uh, heel veel meetings. Uh, ja, het cijfersseizoen is natuurlijk net achter de rug, maar we hebben veel AVA's uh, ja. die we ook bezoeken. Dat is de laatste waar je bent geweest? Uh, laatste was die Oh, oké. Okay. Ja, collega's van mij waren vandaag bij Alberts in, in Utrecht. Ja. Die hadden vandaag een AVA. Dus uh, nee, we hebben het hartstikke druk. Ibisco en Alberts uh, moeten we ook even over hebben. Het is niet alleen spen. maar Asmi en Bezi tegenwoordig, maar ook wel we kijken we even meer, naar uh, die dingen waar het smaken iets meer in Portefeuille. gaan we ja. het zo over hebben. Ik ken heel kort trouwens van de optiebeurs, hè. zo hebben we elkaar, hè. we hebben daar vroeger gehandeld. Jij bent Sam, Sam van Berkel, ik voor OptiVer. En uh, vandaar dat we, je bent wel iets beter terechtgekomen dan ik uiteindelijk, moet ik zeggen. Nou, oh, dat weet ik niet Nico. <laughs> Zouden we staan aan dezelfde desk hier allemaal hè, dus uh, <laughs> Zelfde plek. Ja, nee natuurlijk, Ik is een beetje grijs <laughs> aan gekregen, maar Ja, ik nog niet. Oh, Oké, okay. nou dat is vertekend door het licht waarschijnlijk. Nee, ja. gewoon een beetje kleurspoeling. Nee, dat doen we niet. Jongens, laten we even kijken. Uh, Simon, ik ben toch even nieuwsgierig naar dat Impact beleggen, Want ja. ik zat te kijken op jullie website en uh, de, de investment office, wat voor mensen er allemaal werken, wie er allemaal werken. Bob, die ken ik natuurlijk goed. En uh, ik zag dat er, dat er een, een, een aantal analisten uh, die zich, hebben jullie, die zich bezighouden met duurzaam beleggen. En, en uh, nou, dat is natuurlijk een. een uh, ja. Behoorlijk in opkomst, uh, to say the least. Uh, Impactbeleggen hebben jullie net uitgehold. Wat, mm. wat moet ik daar nu precies onder verstaan? Dus stel, ik kom bij jou met mijn geld en ik wil dat be belegd worden. Wat krijg ik dan voor aandelen? Of hoe gaat dat eigenlijk? Nou, als je kijkt naar, uh, eerst even over onze duurzame analisten. Hè. Dat zijn er vier van de tien inmiddels. Ja. En ik heb zo het idee dat dat richting de toekomst nog verder uitgebreid zal worden. Dat duurzame beleggen is niet nieuw. Dat dus moet één iemand doen of niet? Dat, dat, Zeker niet. Dat nee, dat uh, vergt toch wel heel veel, uh, veel inspanning om, uh, um, om goed te kijken naar, uh, naar bedrijven. Um, eh, hoe zij zeg maar, um, zich um, gedragen ten aanzien van, uh, van allerlei zaken. Um, dat vergt heel veel inspanning, zoals ik al zei. We doen dat al ruim 20 jaar hebben ING, dus het is zeker niet nieuw. Uh, het is ook niet nieuw in de wereld, zou ik willen zeggen. Maar het impactbeleggen uh, gaan we nog iets verder. He, want um, als je kijkt naar onze duurzame beleggingsstrategie. Daar kijken we natuurlijk naar, naar zaken die we uitsluiten. Hè, vooral, uh, waardoor er al wat uh, minder aandelen overblijven waarin we zouden willen beleggen. Ja. En bij de impactstrategie, hè, daar draait het vooral om. Ja, hoe kunnen we als belegger uh, of als je als belegger impact maken op um, ja, het beter maken van de wereld. Uh, in die zin dat welke bedrijven dragen bij aan een, ja, aan een betere wereld. En dan kun je allerlei zaken bedenken. Hè, dat is bijvoorbeeld beleggen in farma aandelen om medicijnen te ontwikkelen, te maken, beschikbaar te stellen ja. voor mensen die het het hardst nodig hebben. We ja, hebben een goede tip voor je. Farming. Oh, oké. Okay, nou, het is. <laughs> we gaan ook ja, uh, wat dat betreft uh, iets verder in. Ja. He, dus het is niet alleen maar op, op duurzaamheid en impact. Mm -hmm. um, en we onder verdelen het onder in uh, drie categorieën. Um, Qua duurzaamheid. En uh, ook nog eens een keer kijken we naar een, een fundamentele stap die we maken. En daarvoor maken we gebruik van, uh, van Credit Suisse, de Hold strategie, of de holt uh, methodiek. Hè, waarbij we wel degelijk ook kijken hoe een bedrijf er fundamenteel uh, voor staat. Ja, Oké, okay. uh, en dat uitsluit, hè? Je, je gaat je hebt bepaalde sectoren uitsluiten. Wat ja. moet ik dan denken? Wapens bijvoorbeeld? Wordt daar nog bijvoorbeeld. Of, ja. is, is dat iets wat nu aan verandering onderhevig is? Omdat we, ja, we zitten toch met een oorlog in Europa. Uh, dat is een woord... vraag die we heel vaak krijgen. Ja. Hè? Van, kun je uh, nu stellen dat dat nou wel of niet duurzaam is? En de meningen zijn daarover verdeeld. Ons standpunt is heel duidelijk, ook vanuit ING, is dat we daar um, ja, niet of geen ruimte voor zien om, uh, om, om dat als duurzaamheid of als duurzaam te bestempelen. Ja. Um, het is niet zo zwart-wit soms. Uh, dat heb je ook bij, uh, bij sommige aandelen in de nutssector. Uh, Waarbij een deel van uh, de, uh, de, de omzet nog deels voort kan komen uit bijvoorbeeld kernenergie, maar wel tot een bepaald percentage. Um, dus er zijn wel wat. Um, um, er is wel wat ruimte. Het is niet heel zwart-wit. Uh, maar we kijken wel naar de beste ja, best in class in, 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 bij dat soort bedrijven. Oké, okay. en um, bijvoorbeeld voor, ja, bedrijven die werkzaam zijn in de fossiele industrie, shells, de shells van deze wereld, zijn uitgesloten? aardgesloten al. Juist. Ja? Dus dat komt er niet meer, ook niet als ze bezig zijn met een transitie. of uh, bedoel, laten we kijken naar Shell. Stel dat zij nu 80% olie doen en 20% renewables. Is er een punt waarop het, als het half-half zeg maar, is, en zegt: Nou, dan kan het wel? Of wordt dat echt volledig de, de eruit gehaald? Nu volledig, hè. en ik snap je, je punt. Hè? Op het moment dat een bedrijf die duurzame transitie heeft gemaakt, hè, dan kan het best zijn dat die in de toekomst wordt opgenomen, maar op dit moment niet. Nee. Ik durf ook niet te zeggen van bij welk percentage dat dan is, maar, uh, maar op dit moment zeker ja. niet. Oké, okay. goed. Impact beleggen bij ING. Dus ik zou me af te vragen, jullie zitten al, zijn natuurlijk al bij werkzaam in de financiële industrie. Hoe is dat zo gekomen? Wie is daarmee begonnen? Hebben jullie elkaar uh, aangestoken? Of van huis uit al. al uh uh, Simon is als eerste begonnen. Ik ja, ben begonnen, ja. Een ja. jonge leeftijd al, 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 dus Je beleggen? <laughs> nee, dat komt uh, vanuit uh, onze vader. Die is daar al uh, um, op vroege leeftijd mee begonnen. En uh, ook later in zijn, zijn zakelijke bestaan uh, is, hij dat, uh, is hij dat doorgezet. Um, hij was bloembollenmakelaar. Hij is eigenlijk nog oh. steeds, maar dan wel in rust uh, al een heel tijdje. Ja. Um, en had in, uh, in, zijn, uh, nou ja, in zijn bedrijfsvoering ook ruimte om uh, uh, wat liquide kasmiddelen um, op een andere manier te stallen dan alleen op deposito's. Ja, ja. En uh, zo is dat beleggen erin gekomen. Ja, ja. En toen ik klaar was met, um, met mijn HeO, uh, nou ja, uh, zoals het toen nog uh, ja. heette. Toen uh, ben ik bij hem in dienst gegaan. Okay. Um, ook als uh, bloembollenmakelaar. eigenlijk commissionair zoals het dan uh, officieel is. Wat deed u? Dat? Was, dat, was daar een veilinghuis voor? Of moest je naar Alsmeer of zo? Of nee, je hebt het? veilinghuizen. Er bestaan ja. uh, twee veilinghuizen. Hobo en CNB had je toen nog. Um, uh, waar die bloembollen werden geveild. En wat ja. wij deden is, uh, je moet je voorstellen, ik woon nog steeds en we woonden toen in de, het grootste bloembollenproductiegebied van de wereld, de kop van Noord-Holland, een noordelijk ja. zandgebied, dat strekt ja, ja, zich okay. uit van Tessel grof gezegd, op Petten, okay. um, en wat we deden is, ja, we gingen langs onze uh, kwekers, hè, de bloembollenboeren en ja, vroegen dan wat heb je voor aanbod hè, dit jaar voor je nieuwe oogst aan uh, bloembollen en ja, die uh, uh, lijsten, dat aanbod, daarmee gingen we dan naar, uh, naar exporteurs, okay. hè, naar onze klanten. Uh, en die, uh, die kocht dan via ons die, uh, die bloembollen. Dus ja. dat is de, de tussen. Een fysieke makelaar in die tijd. Fysi ja. Nou, fysieke makelaar, maar wel op, uh, met, met termijncontracten, als het ware. Je ja. schreef koopbriefjes en daar kreeg je een kotage ja. voor. En uh, nou ja, dus uh, eigenlijk de. He, de overgang naar de beleggingswereld is misschien veel minder ja, groot dan nou, in dat de je handel. Dus, ja. Wel in de handel. Elke veiling, en, inderdaad. Uh, jij ja. ja. kwam toen, uh, jij bent begonnen op de optiebeurs, neem ik aan? Of je ja, was 19 19, uh, jaar, ik 19 jaar inderdaad. 19. Bijna 26 ja. jaar geleden. Ja, tijd uh, voorbij. O, sinds 1997, want ik ben september, in maart 1997 begonnen, jij in september. Ja, dat ja, ja. was eigenlijk een stage bij, bij Sam van Berkel. Ja. En uh, van een stage werd het uiteindelijk uh, fulltime uh, job. En uiteindelijk ben ik nooit meer weggegaan. Je hebt lang bij SEM gezeten, daarna nog bij... bij uh, als je ja, ik heb drie opbreid, jaar bij SEM gezeten. En toen later als aandeelhouder bij AFS. Uh, en bij AFS heb ik van 2002 tot 2007 gezeten. En in 2007 het je vindt gestart met, uh, met Willem. Willem Burgers. Ja. Oké, okay. nou prima. Goed, we gaan uh, zo uh, ook een aantal aandelen bespreken in dat fonds. Die jij in dat fonds... Ja, toevallig kwamen die deze week ook bij het nieuws. Dus leuk om daar even, even uh, ja, bij stil te staan. Onder andere albums natuurlijk. Straks zijn Viria en Bezi. We hebben uh, nog een... Tip van de week. Het is wat nieuws. We hebben een tip. Tipje van de sluier licht ik hierop. En die kunnen mensen op onze website uitgebreid gaan lezen. Maar eerst beginnen we al dat, jongens, met de, de verbazing van de week. Wat, wat heeft jullie uh, jou verbaasd? Heel kort, laat ik met jou beginnen. Heb je ergens over verbaasd? Behalve, natuurlijk die enorme koerstijgingen bij jou? Uh, uh, nou mensen. ja, uh, de gasprijs was natuurlijk een hot topic uh, tijdens uh, de inval van Oekraïne en, en de oorlog. En vorig jaar tikte augustus even 340 euro de megawattuur aan. Ja. Inmiddels uh, dit jaar is de gasprijs met meer dan 60% gedaald tot uh, nou ja, onder de 27 euro per megawattuur. Normaal was het iedere dag uh, was dat nieuws op het ja. journaal, uh, de energiemaatschappij en de enorme hoge prijzen uh, die ze afrekenen voor consument en bedrijf. Maar nu uh, sinds dat, uh, de gasprijs uh, ja, ruim 60% is gedaald in uh, minder dan vijf maanden, lees je er helemaal niets meer over en dat is toch wel op verband. Ja. Ik ja, heb ook dus nog geen telefoontje gehad van in Eco dat uh, de tarieven maakt <coughs> Nee, ik geen telefoontje. Wel een e-mail dat de tarieven worden verlaagd, maar iedere keer natuurlijk met een timelek ja. en uh, ja, stomrekend. het onberekend inderdaad wat je nog steeds betaalt is toch ook uh, nog veel te veel. Maar. Ja. Ja. Is dat iets waar de bedrijven in jouw portefeuille last van hadden? Van die hoge energie? Nou zeker, Ja, we hebben toen vorige keer ook besproken Basic Fit hè. Die natuurlijk ja. een behoorlijke oh, ja, natuurlijk. impact uh, hebben. Misschien pot. iets te vroegheidstand. Ja, nou dat kwam omdat uh, kernenergie in Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk een grootste ja. markt. Is meer dan de helft van de clubs uh, hebben zij in, uh, in Frankrijk. En uh, daar werden ze gedwongen om in november. Vorig jaar een beslissing te nemen. Anders konden ze daar geen gebruik meer van maken van die regeling. Dus ze hebben 70% van alle energiecontracten. En met name dan Frankrijk, is uh, het grootste gedeelte. hebben ze gehedst, moeten hedge, okay. kernenergie. Ja. En 30% inderdaad uh, was nog variabel. Dus dat komt dit ja. jaar uh, zeer zeker naar ze, naar ze toe. Ja, okay. prima. Simon, um, ja, jij ziet ook van alles langskomen. Rare dingen. Veel. Nou ja, je vroeg het net, hè. Van waar verbaas je, je over? Nou, een paar dingen natuurlijk. Is dat uh, analisten blijkbaar heel moeilijk vinden. om uh, winsten van bedrijven in te kunnen schatten. Dat is één. Tweede is dat er uh, heel veel gesproken wordt over uh, uh, economische ontwikkeling. Hè. Volgens mij, uh, ik schreef er vorig jaar augustus al over: um, over de recessie die maar uh, aangekondigd blijft worden en die, die uitblijft. En nu hebben we eindelijk toch. Vanochtend de bevestiging gehad, yes, we hebben een recessie gehad in Duitsland. Hij hè? is alweer voorbij. Hè? Achteraf. Zeker ja, nog. Dat ja, weten we nog niet zeker. Maar dat is natuurlijk een negatief kwartaal in het uh, laatste kwartaal uh, vorig jaar. En ja. ook uh, het eerste kwartaal van dit jaar bleek negatief uh, te zijn uh, op basis van tweede schattingen. En wat ik me dan afvraag is hè, of veel mensen zich beseffen wat er dan precies gebeurd is met, met aandelenbeurzen bijvoorbeeld in diezelfde periode. Ja, jullie weten nu het antwoord al. Ja, hè, maar als ik, ik, had ik hem vertel. Een keer goed. Hè? Ja, je had hem één keer goed. Ja, goed God, ik had hem bijna niet voor, Ik had hem Ik, 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 ja, ik reken dat vanaf 1 januari. Ja. Maar die, die bijna 30% stijging van de DAX in dezelfde ja. periode geeft maar eens te meer aan hè, dat markten, dat beurzen zich niet altijd synchroon bewegen met, uh, met ja. economische ontwikkelingen. En waar ik me dan over verbaas is dat heel veel beleggers zo druk bezig zijn om proberen te voorspellen wanneer die volgende recessie in Amerika komt. Ja. Terwijl het misschien handig is om je te focussen op bedrijven, zoals misschien wel een Nvidia, eh, die geen of weinig last zullen hebben van een technische recessie als je komt in, uh, in Amerika. Ja, ik moet zeggen dat de DAX is een stuk harder gegaan dan onze AX. Hè? Maar dat was natuurlijk in volgens mij een half jaar geleden, een jaar geleden ook wel, wel uh, die Duitsers hadden erg veel last van die hoge energieprijzen. En dat loopt er nu natuurlijk ook, ja, wat je zegt, je gas is een stuk goedkoper. Dat loopt er nu ook vrij hard uit. Als ik toen kijk naar bijvoorbeeld BASF, dat soort bedrijven, ja, die, die geen moesten fabrieken bedrijf. stilleggen. Ja. En dat gaat nu natuurlijk allemaal weer uh, <coughs> die kant op. Je noemt net Nvidia, Simon, en dan laten we het daar eens over hebben. Ja. Um, Hilco, uh, jij, jij zit er heel erg in die hoek, hè? in die uh, semi-hoek. En ja, ik moet, ik uh, voor Simon, ik moet toch even aanstippen. Maar ik zag vorige week een video van Bob, Bob Homan, ja. die ik wel hoog heb zitten. En, uh, ja, maar hij zei toch: We moeten wel voorzichtig zijn met de chip aandelen, zei hij een maand geleden. Ah, dat is goed, en zijn allemaal 30% over. Dat is goed, maar je moet soms ook wel een beetje voorzichtig zijn. Maar dat betekent niet dat je nou je posities in één keer helemaal moet gaan, gaan afkappen of uh, eruit gooien. Want laat ik vooropstellen en uh, bij deze bevestigen dat we binnen onze beleggingsstrategieën nog steeds vasthouden aan onze overwegingen in IT-aandelen. En ook mm -hmm. communicatiediensten die, uh, die we op overwogen hebben staan. Voor um, aandelen moet ik, me, moet ik me daarbij voorstellen: ja, is, is dat uh, Google en Facebook, dat soort bedrijven? Precies, ja, dus Meta, Facebook, Microsoft, okay. uh, maar ook Nvidia, um, dat zijn de ja. meest bekende Apple-zit er ook in. Ja, oké. heel en Nvidia, fantastische cijfers, gisteravond. Um, je hebt natuurlijk niet, je, je belegt niet in Nvidia, maar wel in, in bedrijven die daarmee te maken hebben, die eventueel toeleveranciers Zeker. Uh, daarvan zijn. Hè. Nu hebben we al gezegd van de, de kwartaalcijfers van, van de ASMIS en de BASIS en ASML was niet geweldig. Uh, book to bill die tegenviel en alsof, het leek alsof het toch een klein dipje daar is. Hoe, hoe kunnen we nu die, die vertaalslag maken van wat er gebeurt bij Nvidia naar eventueel uh, een ASMI en een BASIS? Want we zien wel dat ze hard omhoog gaan vandaag. Ja, het is zeker correctie. met het koersstijgen van 10%, Dan kan je wel noemen uh, ja. dat het... Uh, nou, zie je ziet dat NVIDIA heeft natuurlijk geguid dat uh, de omzet met een kleine 60% zal stijgen, kwartaal op kwartaal. Dus, 11 uh, miljard? 11 miljard dollar inderdaad. Uh, dat is natuurlijk een forse stijging, uh, met name gedreven door uh, ja, kunstmatige intelligentie, of in ieder geval uh, de chips voor, uh, voor de datacenters. Daar is natuurlijk marktleider in. Uh, wij hebben ook twee marktleiders, ASMI en BASI. ASMI is natuurlijk uh, wereldmarktleider in... Um, ALD-technologie, Atomic Layer Depositie-technologie. Mm -hmm. ja, de grote klant van uh, ASMI is TSMC. En waar plaatst um, Nvidia al die mooie uh, GPU's, uh, die microchips, uh, bij TSMC? Dus ja, je kan op je klompen aanvoelen dat, hè, daar heeft ASMI ook in een uh, kwartaalbericht uh, recent uh, op gewezen, dat vanaf het vierde kwartaal. Uh, zal waarschijnlijk uh, de order teken weer fors toenemen. Ja, Beleggers vooruitkijken, we hebben het net over hè, de beurs en de economie. Mm -hmm. Kijk, de beurs is niet de economie, beurskoersen lopen 6 tot 9, soms wel twaalf maanden vooruit. Wij uh, kijken als lange termijn uh, belegger uh, soms al 3, 5 en tien jaar vooruit. En de halfgeleide industrie, we hadden het in het begin al even over, is nog maar een omvang, als je kijkt uh, naar de wereldwijde omzet, van 600 miljard dollar. En dat, dat is nog relatief weinig. klein. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Nederland is een klein kikkerlandje. GDP is iets meer dan 800 miljard euro, die is groter. En uh, dus heel veel ontwikkelingen. Hè. We hebben nou, vorig jaar voor het eerst dan te kamp gehad met de forse daling van de pc-verkoop. Het vierde kwartaal in de smartphone verkopen van uh, min 30%. Maar de halfleide groeide desondanks uh, weliswaar met 1%. Maar toch, dan zie je dat heel veel eindmarkten erbij zijn gekomen. Nou... Kunstmatige intelligentie, hè? de chat GPT uh, van OpenAI, waar Elon Musk ook in de vroegste tijd al bij betrokken is. Nou, Microsoft heeft er 10 miljard mm -hmm. recent in uh, geïnvesteerd. Nou, iedereen is ermee bezig, Google met Bart, met een D. Uh, en je ziet dat uh, dat staat nu in de kinderschoenen. We zien nu voor het eerst de bevestiging bij Nvidia, die de marktleider is in het maken van die, uh, van die microchips. Uh, zie je dat uh, nou, de omzetstijging spreekt uh, boekdelen. En de markt uh, was blijkbaar uh, hier nog niet op. Uh, Geanticipeerd en nee. dat uh, dat nu al uh, begint. En het is denk ik te vergelijken met het iPhone moment in 2007. Bill Gates noemt het zelfs, uh, de oprichter van van Microsoft natuurlijk. Dat het te vergelijken is met de internet. Uh, dus dan praat je over 2000. Uh, het jaar 2000, ietsjes uh, langer geleden. Maar ik denk dat, um, dat dit een hele grote vlucht gaat nemen. En natuurlijk zullen bedrijven daarvan profiteren. En niet allemaal. Maar ik weet één ding zeker, de halfgeleide industrie, alle toeleveranciers, waaronder ASMI en BC die die mooie chipmachines maken, waar ze wereldmarktleider in zijn, die zullen daar zeer zeker van profiteren. Dus ik denk dat we aan de vooravond staan van een hele mooie, mooie groei en gebeurtenis wat kunstmatige intelligentie met zich teweeg brengt. En ja, we zullen zien inderdaad welke bedrijven er allemaal van gaan profiteren. Maar één ding is zeker, alle toeleveranciers aan de halfgeleide industrie, met name ASMI. En BSC, die zullen daar zeer zeker van profiteren. Alright. Simon, um, ja, er wordt ook wel gezegd, AI werd toch een beetje een hype genoemd. Hè? Ja. Dit jaar gaat wel heel snel. In het begin hoor je er niks over. Half jaar geleden en nu is het all around. Ja. Oh, uh, uh, alom, um, hoe, hoe kijken jullie daarna in, in, je, in je beleggingsstrategie? Van, is het iets waar je, waar je nu heel erg op wilt inzetten of zeggen van, nou, onze bedrijven zitten daar toch al in? Nou ja, ten eerste dat laatste. We zijn al belegd onder andere in Nvidia en ook zoals ik al zei in een aantal grote IT namen. Dus daar profiteren we van mee. Ook in ASML zijn we belegd in een aantal strategieën. Dus we doen zeker mee. En we houden natuurlijk al die ontwikkelingen zeker nou letterlijk in de gaten. En we kijken dan ook, en dat is natuurlijk onze taak ook van waar zijn de kansen, waar zijn de bedreigingen. En dat dit ja. een kans is, zeker richting de toekomst, dat lijkt wel duidelijk. Zeker na die bevestiging die we gisteren kregen, waar toch de verwachtingen al hoog gespannen waren... Ja. En dat gebeurt dan niet vaak dat die dan nog eens een keer eigenlijk massaal worden overtroffen of, of veruit worden overtroffen. Uh, dus dat nemen we zeker mee in onze, onze besluitvorming, um, zeker ook in een wat bredere context. Hè? Want we kijken natuurlijk niet alleen maar bottom-up, maar we kijken ja. ook top-down. En dat is um, waar ik me vooral bezig mee hou, is van hoe staat dat in verhouding tot wat we kunnen verwachten voor de macro-economische ontwikkelingen. Hè? We verwachten dat uiteindelijk die Amerikaanse groei wel gaat afzwakken. Betekent ook dat de inflatie gaat dalen, dat zien we al, hè. die vertraagde. Betekent ook dat rentes uiteindelijk wat verder naar beneden zullen komen. Mm -hmm. En dat betekent weer is dat um, wat we vorig jaar zagen, waardoor die rentestijging juist IT-aandelen of groeiaandelen onder druk kwamen, ja. dat je nu het tegenovergestelde ziet. Sterker nog, hè, je ziet heel duidelijk een beweging, de afgelopen weken wat meer, dat beleggers zich gaan verplaatsen van de veilige, defensieve, of sorry, ja, defensieve, maar meer Europese waardeaandelen, Euro, Europese aandelen hebben het gemiddeld genomen wat beter gedaan dan Amerikaanse. Ja. Um, dat het verschuift richting die defensieve groeiaandelen, uh, waar je wat beter beschermd bent tegen wat economische mindere tijden. Ja. Um, dus vanuit een aantal uh, ooghoeken bekeken, ja, is er toch een sector, uh, de IT-sector, waar uh, naar ons idee uh, best wel kansen liggen en nog ruimte is voor verdere groei. Oké, okay. laten we heel even kijken naar die, naar die economische macro-omstandigheden, want dat is wel iets wat natuurlijk deze week speelt. Ja. Schuldenplafond, is, is, uh, daar heeft iedereen het over. Amerikanen zitten bijna tegen de limiet aan, 1 juni zou het dan gebeuren. Um, houden jullie daar rekening mee? Ben je extra voorzichtig? Even wachten tot 1 juni of zeggen van nou, dit lost zich vanzelf op? Nou, ik omschreef het vanochtend als uh, dat je inzet op uh, de kans dat Nick de Vries aanstaande zondag de Grand Prix van Monaco wint. Theoretisch is die kans er. <laughs> En je begint te lachen. In theorie ja, nee, 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 is die kans er. Nee, nee, als het nee, gaat regenen zou het best kunnen. Ja. En ik gun het hem van harte. Ik Alleen als je, je daar je geld is. op inzet is de kans heel groot dat je het kwijtraakt. Ja. En zo bekijk ik ook um, richting het Amerikaanse schuldenplafond. Hè, er wordt al bijna 100 jaar wordt daar, uh, om de zoveel tijd over gesteggeld. Ja, de 78ste keer dat ze er gedoe over hebben. Ja en laat ik het zo zeggen. We kunnen lang of kort over praten. En heel veel mensen doen dat. Want het is nu eenmaal headline nieuws. Ja. Maar... Um, naar mijn idee denk ik dat we er heel kort over kunnen zijn. Ook deze keer wordt hij verhoogd. En of het nou een, net een halve dag te vroeg of net een paar uur te laat is, ja, dat effect maakt voor mij niet uit. Okay. Hilko, je bent een lange termijn belegger, bij uitstek. Ja, altijd um, een macro geneus is. Allemaal ruis. Naar. Nee, is allemaal ruis. Ja, Daar moet je ook helemaal niet op focussen. Want de macro is gewoon heel moeilijk ja. te voorspellen. Hebben jullie overleg over dit soort dingen, of niet? Want ja, Hilko is ook een beetje een macro-man. Even belt van uh, hoe zie jij dat? Of ja, we Nou ja, zeker we overleggen wel. Maar voor ons is het niet zo heel relevant. Wij investeren in business. Dat is veel belangrijker dan de economie. Natuurlijk hebben we daarmee van doen. Maar of de wereldeconomie nu met 3% groeit, 3,5% of 2%. Kijk, er is een negatieve correlatie tussen economische groei en beurskoersontwikkeling. En dat hebben we natuurlijk, nou Simon legt al uit met Duitsland. Maar dat hebben we natuurlijk in 2008-2009 ook gezien. Met de grote financiële crisis. Uh, wij hadden het ene beste jaar in 2009, toen kromt de wereldwijde economie met min 5% ruim. Ja. En het vel je vindt plus de 56%. Al, ja. En uh, nou ja, we deden in 2021 plus 57%. En, dan zie je, en dat is ook niet zo moeilijk te verklaren. Want kijk, als er een hoogspanning, zoals uh, na de corona inderdaad, dat je heel veel schaarste. Tekort aan arbeid, tekort aan grondstoffen, alles ging omhoog. Nou ja, als er dan krapte is en de inflatie neemt toe, gaat ook de rente omhoog. Dat is heel simpel. En ja, wat je dan krijgt, krijg je lagere dingen. Zoals vorig jaar, dat was de grootste dienrating mm -hmm. sinds 2000 die we hebben meegemaakt. Want uh, nou, Paul die verhoogde de rente van 0 uh, ja. binnen een jaar naar 5%. Maar wat je nu ziet inderdaad, tegenoverstelde dat ja, als de economie wat afvlakt, wat afkoelt, dan was het, zoals Simon al zei, gaat inflatie omlaag. nou Je ziet al de rentes op de op kapitaalmarkten, die zijn al uh, wat lager. Dus en de en, gasprijzen gaan uh, beneden komen. Ja, nou, inderdaad, de ja. gaan omhoog. Nou, ja. Wat zijn nou je belangrijkste kostenpost van een bedrijf? Grosse mode, als je ja, te kijkt wat voor bedrijf het is. Maar uh, grootste... Kostenpost is vaak personeel. Mm -hmm. hè? Dus uh, we hebben natuurlijk een tijdje gehad allemaal looninflatie dat de lonen gaan omhoog. Nou, als de economie afkoelt en er vallen weer wat ontslagen. Dan zie je ook dat inderdaad de loonstijgingen beginnen af te vlakken, of misschien wat gaan dalen. Nou, je ziet nu de grondstoffen al voorst dalen. En je ziet de rente op de kapitaalmarkten. Nou, die drie ingrediënten bepalen uiteindelijk de winstmarge van de bedrijven. Nou, de winstmarges van de bedrijven, ondanks hele hoge inflatie en al deze factoren, zijn nog nooit zo hoog geweest. Dat zien wij terug in onze portefeuille. Ja. Vorig jaar hadden we een record winstgroei gewogen van 18% uh, op een recordniveau van het jaar ervoor. Dit jaar verwacht een gewogen winstgroei van 5%. Nou, grosse mode in de wereld verwacht men een 0% of zelfs uh, negatief in Amerika. En ja, weet je wel, en hoe de economie groeit. Ja, dat Duitsland nu twee kwartalen op rij achteraf krimpt. Ja, Wij zijn uh, lange termijn. we kijken vooruit. Ja. Beleg is vooruitzien en vooruitzien Prima. is regeren. Prima, begrijp ik. Um, nou, we gaan zo nog even door over, over de kansen bij Asmi en Bezi. Waar volgens jou de, de, de richtpunten liggen. Maar eerst even dat nieuws: een nieuwe rubriek hebben we. Die hebben we van de week bedacht. De tip nieuw. van de week, de tip van de week, een echte tip. En uh, ja, we noemen het ook wel tipje van de sluier. We gaan hier niet vertellen welke aandeel het gaat. Maar het is een echt een leuk aandeel waar wij iets hebben uh, ontdekt, eigenlijk waar wat aan de hand is. Het bedrijf is een farmaceut, Europese farmaceut. Die uh, elk moment een telefoontje kan krijgen van de FDA, van de Amerikaanse FDA. Ze hebben een, een product, een medicijn, wat in Europa, Engeland, Japan, Australië en Canada goedgekeurd is, maar in Amerika nog niet. En als dat wel gaat gebeuren, zou dat een enorme game changer zijn. Nou, um... Mag ik al een letter, Nico? Sorry? Mag ik al een letter? Eerst letter. Nee, als oh. ik, dit, dit, nou, Het is, dit, uh, het is, uh, het is goed, goed zeggen, want als ik een letter weggeef, dan weet je het waarschijnlijk meteen. Ja. Oh. Dat nee, is een moeilijk, want jij weet ja, het al helemaal ja, Slimmerig. Ja. Maar uh, voor mensen, onze leden hebben het al in de, uh, de mailbox gehad. En voor mensen die geen lid zijn bij de aandeelhouder, die willen we toch ook deze week althans even de kans geven om ook mee te kijken. Kijk maar even op de link onder de video, daar kan je aanklikken. Vul je even je e-mailtje in en dan krijg je hem vanzelf in je mailbox. Nou, uh, ja, ik ga dat niet Spannend. zeggen, het, mensen moeten wel iets. Uh, moet wat ja, ja, het raar over wel natuurlijk een zijn. Natuurlijk. Dus misschien want jij wilde ook een beetje in de farmahoek uh, wat gaan doen. heb je? Ja, daar zijn we al een tijdje mee Zou bezig. Jou, wat ja er Zijn misschien? Nee, dit bedrijf niet. Nico. Nee? Oh, sorry, daar nee, gaan, de gaan de we verder niet over door. Nee. Um, even nog over Asmi en Bezi. Want uh, het gaat wel erg hard natuurlijk. Het SE Speak, uh, het zakt nu nu eens terug. Maar Asmi uh, stond rond de, de 385. Jouw Koersel lag, meen ik, rond de 4 en een beetje. Niet heel veel hoger volgens mij. Ja, is net uh, welke termijn je bekijkt. Maar uh, nou ja, kijk, ja, het was volgens mij. Ik dacht dat, dat het redelijk in de buurt lag al. Nou ja, we kijken naar 2025. Dan gaan ze tenminste 20 euro per aandeel verdienen. Ja. En nou ja, dit soort bedrijven, hè, die uh, niet cyclisch zijn, uh, de afgelopen zes jaar continu uh, omzet- en winstgroei gerealiseerd. Uh, ja, zou je 25 keer de winst uh, minimaal moeten betalen? Dat is dus 500, 500 euro. Dus ja. 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 Uh, je komt maar in september. Ja, dat zijn 400, Nico. Ja, je ja, kan rekenen toch? Bijna. Nou, ja, wel, nou ja, kijk naar de kwartaalcijfers. 26 april. Dan stond je nog even 301. En ja. om even weer ja. te geven naar volatiliteit. Dat is geen risico, maar een kans. Ja, eh, zoals voorbij. wij dat zien. En uh, Beestje stond op 73 euro. En is nu door de 100. Ook ja. naar de cijfers. Stonden min 8 uh, tijdens uh, naar de, de beurs. En sloot uiteindelijk plus 8. Dus je ziet ja, de koers zijn bewegelijk. Die kunnen we op korte termijn ook niet voorspellen. Zijn, nee. je, ze zijn maar inefficiënt, niet rationeel. Even kort maar, uh, nog. Over, over BZ, hè dat, dat is hybrid bonding, dat weten we, hebben veel over gehoord. Wat is de, de fantasie in ASMI? Want die hebben toch ook iets speciaals waardoor zij misschien? Nou, hun grootste klant is TSMC natuurlijk. En ja. als je kijkt waar Nvidia hun, uh, hun orders plaatst, Nvidia maakt zelf niet de microchips, dat laten ze doen door een foundry, uh, een contractmanufacturer zoals TSMC, de grootste in de wereld, uh -huh. in Taiwan, kennen we allemaal waarschijnlijk wel. Maar daar plaatst Nvidia haar orders. En uh, ja, die zullen in de tweede helft, uh, zoals ASMI dat ook al heeft aangegeven, uh, daar enorm van, van profiteren. Met name in het vierde kwartaal, zal er met nieuwe technologie van Finvet naar Gate All Around. Dat heeft ook alles te maken met kunstmatige intelligentie. Dat Gate All Around dat, dat, dat hoor je heel vaak. Wat is dat precies? Ik heb zelf ja, je, je hebt around, een aantal technologieën. Maar... Vroeger begon je, hè, vroeger dan praten we over 28 nanometer en, en groter, um, uh, had je Planer. Technologie, dat was zeg maar, uh, niet vooruitstrevend, front-end technologie. Mm -hmm. uh, later kreeg je VINFET. Uh, nu zitten we op, uh, nou ja, high volume manufacturing is nu 5 nanometer, uh, gewoon goed. We gaan naar 3 nanometer. En 3 tot 2 nanometer is een nieuw kantelpunt voor, uh, voor met name Samsung, die daarmee zal beginnen. Maar ook TSMC zal uh, uiteindelijk ook uh, daarin overgaan. En dat is een technologie, ja, dat is weer... Uh, je moet het zo zien, de microchips, je moet natuurlijk steeds de transistors daarop, hè, die lijntjes, die moeten steeds kleiner worden, is dus het aantal nanometer. En uh, microchips moeten steeds energiezuiniger worden en sneller in data transporteren. Ja. Nou, daar uh, maakt die technologie, Ketel-Round uh, is weer vele malen beter dan FinFET. En Samsung uh, is daar als eerste nu mee uh, al aan het testen met pilots. En uh, ja, ASMI zal daar ook uh, de vruchten van uh, van, de, van Werp, omdat zij gewoon, ja, TSMC, Samsung, Intel ja. zijn nog grootste klanten. Dus ja, we verwachten daar veel van. Ze hebben zelf gezegd, het is een additionele omzet, wat erbij komt, uh, van, uh, van ruim 1 miljard. Bij ja, en uh, als je weet wat nu zeg maar, de omzet uh, doet hè, van ASMI, uh, nou, die zullen hun doelstelling eerder halen. Hè. De ja. doelstelling is 2,8 tot 3,2 miljard euro omzet in 2025. Nou, Daar zitten ze nu al dicht tegen aan. Ja. Dus die omzetdoel uh, zullen ze waarschijnlijk uh, veel eerder realiseren. September is een nieuwe Capital Markets Day. Dan zullen we horen inderdaad de nieuwe targets van uh, ASMI. Mm -hmm. En Die zullen zeer zeker naar boven worden bijgesteld, omdat, ja, wat ik zeg, the gate all around. En dat zien we nu ook al hè? op de balans. Uh, zie je uh, met name al inderdaad zeg maar uh, de machines uh, die over drie, vier jaar in ontwikkeling komen. Die zie je nu al op de balans staan als pilots. Dus ja, dat is al een bolenkom van 70 miljoen. En dat geeft al aan in dat toekomstige omzet hoe, uh, hoe die markt gaat, uh, gaat zijn. En dat is allemaal nieuwe technologie. Dus okay. uh, wij verwachten er uh, heel veel van. Ja. In september dus... Uh... De nieuwe Capital Markets Day. Ja. Dan um, heel even kort naar Basie. Basie werd een koersdoel genoemd door, voor mij, het Bank of America was dat van 160 euro. Daar werd toen een beetje wat lacherig om gedaan. Maar ja, het is niet meer zo ver weg. Waar ligt dat van jou? Ja, we hebben het laatste in de laatste uitzending over gehad. 6,50 euro per aandeel. 2025, ja. misschien 26, is een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen met, uh, met hybrid bonding. In 20 is je bij 130. Maar ik heb gezegd, dus maal 25 is de... ja. dus ja. 162,50 euro. Ja, dat zie je in de buurt. Dus ja, ja oké, okay, nou, dat kan. Simon, werken jullie met koersdoelen van, van bedrijven in je portefeuille? Of zeggen van, nou ja, we, we kijken er anders naar? Nee, we zijn lange termijn beleggers. Dus we kijken naar uh, de ontwikkelingen van een bedrijf. En op het moment dat, um, dat er nog steeds potentie in zit, dan houden we het gewoon vast. Uh, betekent niet dat we helemaal nooit aandelen verkopen. Dat doen we zeker wel op het moment dat we denken dat we betere alternatieven kunnen vinden. Ja. En onze analisten ergens anders uh, enthousiaster over zijn dan uh, de dan bestaande aandeel. Ja, maar het is niet zo dat we, en dat geldt voor veel denk ik ook, dat we uh, enorm aan het uh, treden zijn uh, met onze aandelenposities helemaal niet. Hebben jullie wel eens een aandeel waar je het echt helemaal over oneens bent, of niet? Maar ja, we hebben het nooit echt over individuele nee? aandelen. Nee, niet met de kerst dus... dat je slaande ruzie hebt van uh, hoe kan je wat nee. nou, gaan dit doen? Nee, misschien ja, is meer inderdaad de top down. Ik ben meer de bottom-up stockpicking natuurlijk. Het is iets anders. Maar ja, kijk. Uh, ja. Je Bij de wel een lange termijn visie. Nou, dat is belangrijk, hè. Horizon, uh, ja, beleggen, wat Simon al zegt, is geen, uh, geen sprint, maar een marathon. Maar, dat klopt precies. Het is ja. uh, wat dat betreft, uh, soms moet je geduld hebben, inderdaad. Uh. Oké. Okay. Ja, het is net als uh, Formule 1 rijden, waar ik het altijd mee uh, vergelijk. Die heeft geen geduld, die rijden zo hard mogelijk. Nee, dat is niet waar, want als Max Verstappen vol gas door Monaco heen rijdt, dan weet hij dat nog <laughs> één eruit vliegt. Dus Max, die remt ook af en toe. Nou, ja. dat doen wij ook. Ja, 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 ja. En als we een recht stuk zien, dan geven we gas. Zo ja. moet je het een beetje bekijken. Ben jij Formule 1 fan? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja. ook? Ja, zeker. Ja, binnenkort weer in Nederland. Hè. Binnen zondag bij. 27 augustus. Je gaat er zondag heen. In Monaco. Ja. Doe maar weer. Ja, ik leuk? ben benieuwd. Ah, ja, nee. Ja, dat, dat, is ook dat is leuk in die uh, straten. Je Moet Je moet wel in de goede bocht zitten, natuurlijk. Want ze kunnen nergens inhalen. Nee, dat is. Nou ja, Max wel. hè? Dat hebben we ja. gezien. Uh, <laughs> ja, erop. Hij rijden een stukje om gewoon. Goed. Um, Mannen, laten we eens kijken naar wat andere aandeel die deze week met cijfers komen. Eentje, heel uh, kort, Ja, ook uit jouw uh, stal eigenlijk. Alberts heb je al heel lang. Volgens mij al vanaf het begin, hè? Heel goed, Nico. Ja, 2007. 2007. Sinds ja, klopt. Dan was Jan Alberts natuurlijk nog uh, ja. de oprichter, groot aandeelhouder. Nog steeds groot aandeelhouder, maar uh, inmiddels. Uh... Ja. Veel gebeurt bij Alberts. Um, toch, ik denk, redelijke cijfers. 6,4% organische groei, geloof ik. Maar het ging 8-9% af. Vandaag ja, uh, rond de 40-41. Um, komt een nieuwe CEO. Ja, uh, is, van is, is dan dat, dat zo'n zo zo aandeel op die cijfers, zeg maar, nou, dat is toch een beetje raar, mensen dachten, nou, niks oh, mis met die cijfers. Nog nee, maar afgaan? je moet wel even goed lezen. Hè. Jij zegt uh, 7%, uh, 7,4 of 6,4 um, organische groei, dat ja. klopt. Maar het is met name door pricing. Eh, je ja, 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 kan uh, volumedaling, heb je in goed de... gelezen. Eco-friendly building was een volumedaling. Nee, maar even die 8% koers... Uh, ...daling te verklaren. Nee, hè? dat is, wel, nee, is niet terecht. Maar ik snap wel dat beleggers misschien dan uh, wat verder kijken... Dan, uh, ...dan de eerste vier maanden waarover ze hebben gerapporteerd. Ja. De tweede helft zal waarschijnlijk ietsjes minder worden dan de eerste helft. Als je kijkt naar eco-friendly bindings is meer dan 50% van hun omzet... ...waarvan 70% is renovatie, dat is ja. heel stabiel. Maar 30% is gerelateerd aan, uh, aan nieuwbouw, aan projectenbusiness. Nou, dat hebben ze ook gezegd, hè, delays. Valt stil. Valt stil, inderdaad, vertragingen. Dus je, je kan daar enigszins wel uh, op je klomp aanvoelen dat het daar wat, wat minder gaat. En ook mm -hmm. in de tweede helft. En er zijn er nog een aantal uh, andere activiteiten die het fantastisch doen. Hè? Semicon Efficiency, ja. uh, de antivibratiemachines uh, die ze maken, onder andere van ASML, maar ook voor Applied Laam. Uh, zie je dat dat uh, nu 12% van de groepsomzet is. Vorig jaar was 3,2 miljard euro omzet. En uh, dit jaar zal het door inflatie en de, <laughs> de prijsstijging de omzet wel wat gaan toenemen. Maar dat is de vraag wat de, de winstmarge gaat doen. Nou, die was. Op een goed niveau. De toegevoegde waarde bleef onveranderd. Hè. zit er rond de 263% uh, bruto marge. Dus uh, all in all niet slecht. Alleen uh, ja, er zijn toch wel tekentjes dat, er, dat het wat minder gaat in de Eco-Friendly Building. Ja. Dat is een groot gedeelte van hun uh, omzet. En uh, ja, een nieuwe topman die er uh, van buiten komt. Dat is natuurlijk verouderd is ook nieuw. Ja. He, Wim Pels, maar ik zie hem volgende week. En uh, die heeft ook sinds 1990. 1999 uh, bij Alberts uh, ja. gewerkt. Bij, Al via CEO? Ik, ja, hè? bij VSA is hij begonnen. Vereniging Schroeven Hilversum, hier vlakbij. Grootste fittingenproducent uh, ter wereld bij VAR. Een hmm. uh, fantastisch mooi bedrijf. En die heeft het fantastisch goed gedaan. Meer focus ja. aangebracht, ook uh, desinvesteringen. Uh, ja, ondernemers hadden er eigenlijk beter voor dan ooit tevoren. Ja. Uh, Investeren veel. 250 miljoen euro weer aan, aan CapEx uh, dit jaar. Dus dat geeft aan de expansie. Uh, Plannen van Alberts voor de, voor de komende jaren is ongekend. En ja, deze onderneming is nog relatief klein hè, als je kijkt naar de beurswaarde. Maar ik denk dat op den duur uh, deze onderneming uh, kan zeker nog uh, verdubbelen als je kijkt naar de potentie in de eindmarkt. En dan is de vraag of de nieuwe topman die komt van Gunfold, een Deens bedrijf, uh, groot in, in waterpompen, dat ongeveer 4,5 miljard omzet. Dus 50% groter dan, uh, dan Alberts. Hij heeft al ervaring dus met een multinational. En waarom gaat zo'n man dan naar, naar een kleiner bedrijf toe? Nou ja, dat is hij natuurlijk, was uh, ook CEO. Nee, hij zeker niet. Dan nee, dan nee dan hij dan was dan CEO van de Industriedivisie. Oh, vandaar. Ja, ja, ja en, uh, dus is en hij is ook als Chief, chief Operating Officer, is hij begonnen, ja. net is Wim Pelsma. Uh, was Word je, je daarin niet. gekend als, als groot aandeel? Als, ja, groot aandeel. Je nee, 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 zeker dat niet een rondje maken van: dit is onze man. We spreken natuurlijk wel met de Raad van Bestuur regelmatig, maar het is niet zo dat wij hier. We kunnen wel gis inderdaad, wie het gaat worden, maar het is aan de Raad van commissarissen uiteindelijk om om een CEO te benoemen. We moeten Op de BAFA kunnen wij voor of tegen stemmen of onthouden. Uh, dus we hebben de nieuwe topman nog niet ontmoet, maar die nee. wordt pas bij de BAFA, zullen we ja. gaan zien. Want dan zijn wij ook aangenomen. Op. Ga je voorstemmen? Uh, nou ja, gezien zijn cv in de achtergrond, uh, en nou ja, even afwachten, gesprekken met, uh, met Wim volgende week. Uh, maar nee, dat... Uh, ja, die zal niet zeggen van er wordt niks. Nee, dat <laughs> lijkt me ook inderdaad. Moet <laughs> je de... niet doen. Simon, uh, <laughs> Alberts, is het iets... Uh, beleggen jullie dat bij je geef? Is, is het te klein? Zo, ja. duurzaamheid. Als je dat kijkt naar, naar uh, ja. niet. building. Hij is de, uh, duurzaam. Die zit in koper en zo. Nee joh, dat is al lang al niet meer. Eh? Uh, nee Nico, kom. De industrie. Ja. Albers Industries. Ja, vroeger. Heet nu Albers hè. moet <laughs> een beetje tijd mee Ik hoor het alweer. Nu heb jij voor Albers hè. Ik zat toevallig hier. Okay. Je hebt een hele mooie analyse online staan van uh, Ja, in het afgelopen maand. In ja. april. Ja. hebben we doorgenomen wow. natuurlijk. Je gaat uit van 4,40 euro winst per aandeel. Um, ja. In 2026. Moet je dat nu bijstellen? Nu het toch... Nee, zeker niet. Nee, we gaan niet op een kwartaal er inderdaad. Kijk, en nee, dit maar jij zegt kwalitatief... Van, ik kwalitatief. denk dat het iets minder gaat nu. Ja, maar dit is 2023, 2026 ja. is er. vlakbij. Nou, vind ik niet. Het is nog best uh, ver weg. Maar ik zeg, kijk, Alberts, uh, we hebben het over organische groei. Maar wellicht, uh, nieuwe topman moeten we nog spreken. Maar uh, komen er wat lichte opportunities op het gebied van, uh, van overnames? Hè? Bijvoorbeeld de concurrent Upenor. In Finland ligt nu uh, zwaar onder druk. Er is een Belgische concurrent ook van Alberts die het vijandig wil overnemen. Dus okay. als je kijkt naar de multiples eh, van dit soort bedrijven, Alberts had enterprise value EBITDA van 8 keer en 12 keer uh, de winst. Upenor zat 20 keer de winst momenteel en enterprise value EBITDA van 12. We kunnen allemaal rekenen. Als je kijkt naar onze sommetjes die we hebben gemaakt en de potentie van de onderneming, wat ik zeg, dan hoort ongeveer 65 euro per aandeel ja. te staan. En we zijn nu uh, net boven de 40. Dus, ja. Ja, en dan is het denk ik uh, ver gewaardeerd. Dus ja, we zullen zien inderdaad uh, uh, hoe ver we komen in, in 2026. Maar dat het een goed geleid bedrijf is uh, met fantastische eindmarkten, fantastische positie. Uh, ja, is het uh, denk ik een, een heel mooi entry point uh, nu voor, voor goed. beleggers. Albert, um, goed, Albert. Simon, vastnet. Vastnet. Vastnet met een F. <laughs> wat is met dat? met een F. Geen, geen vastgoed. Dit is vastgoedbedrijf, want dat is allemaal, uh, al winkelvastgoed. Dat, dat is uh, old school. Vastnet met een F. Uh, deze week in het nieuws, oprichters hebben een deel van hun belang verkocht. Uh, heel klein deel eigenlijk. Um, ja, uh, jij bent bezig met impact beleggen. Uh, duurzaam. Ja. Dus dit moet een aandeel zijn wat bij jullie in portefeuille zit, neem ik aan. Of is het uh, te klein? dat laatste sowieso. Ja. Ik kreeg trouwens laatste via de post, maar mij thuis kreeg ik een mooie aanbieding van vast. Dat kon ik, was maar is een driejaars obligatiekaart op zelf 4% opzet. dat is beter dan die 1% bij jullie op de rekening eerlijk gezegd. Maar ja, um, zoals ik altijd zeg tegen onze klanten, is daar waar je een hoger rendement krijgt, is het risico waarschijnlijk <laughs> ja. ook net iets hoger. Ja. En dat weten we natuurlijk allemaal. Maar um, uh, nee, zonder gekheid. Uh, zij zijn natuurlijk leverancier van, uh, van die laadpalen, uh, die, die oplaadstations uh, stations langs de weg. Hè. Dus je kunt je voorstellen van, oké, okay, is dat dan een, een duurzame ontwikkeling? Uh, persoonlijk denk ik van wel. Aan de andere kant, als dus ik uh, het aan onze analisten vraag, dan durf ik niet um, met 100% zekerheid te zeggen of dat ook inderdaad uh, zo is. Hè. Ik ken niet uh, de company policy, ik weet niet hoe ze met personeel omgaan, et cetera. Nee, 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 okay. Dus er komt meer bij kijken ja. uh, dan dat alleen. Um, maar ja, interessant dat je zegt ze hebben wat, wat verkocht. Ik weet de achterliggende reden niet waarom ze Moe dat belasting hebben gedaan. Ja, dat moet diversificatie. Dat moet altijd een smoes verzinnen natuurlijk. Als ja. je dat verkopen moet, ja. waarom? Leningen aflossen, belasting betalen en er was nog een was Ja, nog ik nog zou een, er heel veel voor zijn. Ja, heel verstandig. Uh, maar diversificatie. Jij bent natuurlijk tegen diversificatie. Nee, niet waar. Uh, diversificeren is goed, spreiden is wat anders. Ja, maar, 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 zeg al, maar niet spreiden teveel. is leiden. Ik ja, maar ik zag... dat is de diversificeer is heel wat anders. kreeg uh... nog een andere afkorting over die gaan we hier niet herhalen. Ah. Nee, uh, God, was er ook weer. Ik zag een filmpje van Charlie Munger. Ja. En uh, toevallig was het leuk, want die had het. Uh, uh, het ging, ging over hun belang in Apple. Ja. En was. was uh, moet je eens kijken op YouTube, hartstikke leuk. Buffett die vertelt waarom ja, hij in Apple zit. Ja, ja. En die is mijn antwoord. En die Munger zit alleen maar nootjes te eten. En op een gegeven moment zegt hij: Charlie, uh, what's your opinion about it? En die, die begint dan uit te varen van spreiden, slaat helemaal nergens op, want je hebt hooguit. Drie goede ideeën, nou daar moet je dan vol in. En de rest moet je gewoon laten lopen. Nou, helemaal waar. Kijk, als je kijkt naar Berkshire Hathaway bestaat 58 jaar. En uh, Warren Buffett heeft ook een uh, in investment letter geschreven maar tijdens de, de AVA. Heeft hij dat? Uh, hij heeft 12 goede ideeën gehad in die 58 jaar. Dus één in de vijf jaar. En op die goede ideeën, daar moet je focussen. En moet je volop inzetten. Ja. Uh, dat is uh, Conviction, heet dat. Apple maakt nu 42% van een portefeuille uit van 320 miljard. Ja. Uh, hij heeft nog wel 130 miljard aan cash. Uh. Liggen, maar Apple is zijn redding geweest, natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar Warren Buffett, zijn tracker tot 2008 was heel goed, hè. Uh, maar sinds 2008 hè, zit veel in banken, verzekeraars, uh, ja. Nou ja, oude economie. Olie en gas zit natuurlijk veel in, in die wereld. Ja, nog steeds occidental, continu. Petroleum, uh, inderdaad. Nou, BYD is dan wel een goede, ook een nieuwe economie, is nu aan het afbouwen onder de 10%. Maar als je kijkt, zijn tracker, ja. Om een voorbeeld te hebben. Wij doen het sinds onze oprichting. Uh, ruim 60% netto rendement beter dan Warren Buffett. Over alle periodes doen we het beter. 1, 3, 5, en 10 jaar. Zijn track record is. Ja, is natuurlijk een, een legende. Laten we wel ja, weten. Die Buffett is een prutser. Nou, dat wil ik niet zeggen. Want uh, <laughs> ja, zijn vermogen is ietsjes uh, kapitaal. Uh, Krachtiger ja. dan, dan dat van mij, maar uh, als je kijkt naar zijn track record, uh, zijn naam en faam heeft hij natuurlijk geweldig ja. opgebouwd we in hebben, de loop der jaren. Mee. Maar een uh, Apple is wel zijn redding geweest uh, ja. sinds uh, hoe, kom je je hoe kom je aan nieuwe ideeën? Waar haal je nieuwe ideeën vandaan? En, uh, hoe, nou, hoe nou, gewoon goed is. logisch nadenken. En waar gaat de toekomst uh, naartoe? En dat is natuurlijk uh, als je kijkt naar uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, we hebben het over healthcare, de farmacie sector, uh, vergrijzing, mensen worden ouder, nou, basic ja. fit hebben we het al een keer over gehad. Dus je ziet gewoon uh, die gezondheidstrend, uh, dat zie je heel duidelijk. Nou, de technologietransitie, de, de trend zie je, de energietransitie. Ja. Nou, dat soort megatrends, uh, digitalisering, automatisering, elektrificatie, uh, daar zitten we volop in. Maar uh, healthcare en... Nou ja, Duurzaamheid? We nou, ja. Ja, hebben geen duurzaamheidsfilosofie. We behoren wel tot de top drie uh, in de wereld, volgens Morningstar tot de duurzaamste beleggingsfonds in de wereld. Maar dat is heel simpel. Kijk, onze filosofie is, is heel simpel. Wij willen niet in kapitaalintensieve industrieën beleggen. Eh, dus alles met, met olie, en gas, eh, mijnbouw, wat heel kapitaalintensief ja. is. En wat ook heel cyclisch is. Maar ook niet in wapens of in tabak of in, in drank. Dus ja, er valt bij ons al heel veel weg. Waarom we niet in dat soort bedrijven beleggen? Omdat het risico is veel te hoog, en het rendement veel te laag of negatief. Hmm. Eh, want je moet je voorstellen: 85% van alle beursnoteerde bedrijven in de wereld, dat zijn iets minder dan 63.000, creëren geen aandeelhouderswaarde. En dat is ook heel teleurstellend. Als dus je het vergelijkt met kortlopende obligatierendementen... kan je beter daarin beleggen dan in 50% van alle beursgenoteerde bedrijven. Dus daarom zijn wij ook stoppikker. Ja. Daarom ja. hebben we ook geen benchmark. We hebben wel een benchmark waar we ons afspiegelen... maar dan kijken we totaal niet wat daarin zit. Nee, maar nu zat er naast jou iemand, uh, ook nog familie van je... en die, die, <laughs> dan, die doet dan indexbeleggen. Dus die zit in die 63.000 aandelen. Onder andere. Het ja, is niet het enige wat we doen. We zijn ook zeker wel actieve uh, beleggers met onze ja. andere strategieën. En zelfs ook met de indexstrategieën, want wat veel mensen denken is dat er dan niks in gebeurt. Ja. En we volgen passief uh, uh, de benchmark, wat natuurlijk ook ten dele klopt, omdat een aantal mensen, een aantal beleggers, die is tot de conclusie gekomen en of dat al of niet terecht is, maar dat actief beleggen over een wat lange termijn bij heel veel fondsen, niet natuurlijk bij die terecht. van heel maar dat die niet lonen, sterker nog hè, die 80% weer zijn. Uh, um, ja, die performen onder de benchmark. Ja, dat ja, geldt niet voor onze actieve strategie overigens. Dat uh, ook nog even gezegd hebben. Um, maar die willen goedkoop zeg maar, beleggen uh, volgens die index. Wat we doen met die indexstrategie... is dat we wel onze tactische asset allocaties... Overnemen. Dus op het moment dat we wat enthousiaster zijn over aandelen uh -huh. of een bepaalde regio binnen aandelen, dan zetten we dat wel degelijk aan ook in die indexstrategie. Ja, ja, ja. Dus met, op die manier. Je schuift en, met, met de, de belangen, zeg maar. Daarom. Precies, hè, we zijn actieve beleggers met passieve instrumenten ja, ja. in die uh, strategie. Dus houden we de kosten laag. Uh, en sinds de zomer van vorig jaar uh, is dat ook een duurzame strategie geworden. Hè? Dus um, ja, is dat ook een. Denk ik, als je het hebt over, over trends, hè, welke kant gaan we op? Uh, impactbeleg is dan uh, het donkergroene. Maar als je kijkt naar het duurzame beleg en of je dat nou wel of niet realiseert, jezelf realiseert, hè, ook ja. zei het dat al. Hij zit bij de top drie, ondanks dat hij daar niet, zeg. Maar, nee, ja, we zitten ja, niet mee in ja. ja. onder andere. Um, maar je ziet wel dat uh, vanuit maatschappelijke um, beweging, ik wil niet zeggen druk, maar beweging. Uh, dat dat geld die kant op stroomt. En uh, dat betekent nogal iets. Hè? Want dat betekent dat die oude industrieën, waar je het dan over hebt, die kapitaalsintensieve industrieën, die niet altijd even duurzaam zijn, dat die het in de toekomst ook automatisch moeilijker zullen krijgen, omdat hun cost of capital uh, zal gaan oplopen. Mm -hmm. Terwijl tegelijkertijd ja, al, hè? de geldstromen. Uh, van beleggers meer richting toch die nou ja, de duurzame oplossingen gaan. Zoals uh, NVIDIA uh, is daar ook een van, ASML is daar ook een van, omdat het zorgt voor meer efficiëntie in bijvoorbeeld energieverbruik. Uh, overal zijn chips voor nodig in dat, uh, ja. dat zicht. Dus um, er zijn een paar grote thema's die, die daarin in, in meespelen. Um, en die ook voor beleggers kansen bieden, die ze misschien niet één op één zo zelf zouden kunnen bedenken. Maar als je. Goed om je heen kijkt. Hè? Waar ontstaan jouw ideeën. Nou, mijn beste ideeën ontstaan vaak als ik in de auto zit. Simpel nadenk van joh, wat heb ik nou allemaal gedaan vandaag? Wat zie ik om me heen gebeuren? En net zo goed als dat het redelijk voorspelbaar was dat de dienstenindustrie het op dit moment veel beter doet dan de productieindustrie. Ja, logisch He? vanuit corona. Ja. Logisch vanuit corona. Maar voor heel veel mensen, blijkbaar komt dat toch een beetje als een dat verrassing. verrassing. Dat ja. vind ik dan weer verbazingwekkend, als ja. we het daar dan nog even over mm -hmm. terug hebben. Um, uh, maar die dienstensector is natuurlijk wel groter ook in omvang dan die productiesector. Dus dat maakt het voor mij ook lastig om overtuigd te raken van die recessievoorspellingen die mensen eigenlijk continu doen, zeker voor de Amerikaanse economie. Ja, oké. Okay. Um, Eén dingetje nog, met, we zijn bijna aan het einde van de tijd. Maar uh, um, ook voor jou uh, uh, heel kort, dan even naar EBUSCO. Wat je, je ziet ook in jullie portefeuille, ja. iets minder succesvol op dit moment. Hè. Wat je ziet buscours, is dat, dat toch, uh, dat geldt ook voor Fastnet, dat ligt ook wel onder druk het aandeel. Die, die uh, uh, elektrificatie van, van het autopark, van, 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 van de, in dit geval dan, de, bussen. Ja, de bussen. Dat is toch wel, Maar dat kan iedereen wel, wel, wel uittekenen, dat, dat, uh, dat over 10 zeg maar, jaar alle bussen elektrisch zijn of 15. Ja, dat is dan toch, dat, dat die. Uh, want de bussen is niet de enige, die hele sector ligt allemaal wat onder druk. Waar komt dat vandaan? Ja, de toeleveringsketen hebben ze natuurlijk enorm mee te kampen gehad. Met het onderdeel nog steeds trouwens: uh -huh. eh, dat ze die bussen niet konden leveren. Die had hadden natuurlijk uh, vorig jaar uh, hun doelstelling qua bussen niet. Uh, ja. Het aantal, Ze hebben de vorige jaar 262 uh, omzet. Uh, dit jaar vachten ze 505 tot 600. Dus dat is een forse step-up. Uh, Bisk heeft glas van groeistuiper. Dat is gewoon als je omzet van 24 miljoen um, vorig jaar naar 111 miljoen. Uh, dit jaar gaan we richting de 300 miljoen en als je ja. dan de, de onderdelen niet kan krijgen en ze zijn nog afhankelijk van de Chinese partner die uh, 18 meter bussen niet konden leveren um, ja, zie je dat gewoon um, ja, de markt soms teleurgesteld reageert als doelstellingen niet worden gehaald ja. en daarnaast en dat is wel een belangrijk punt uh, hebben zij natuurlijk ook um, sinds uh, de jaarcijfers bekend gemaakt dat ze hun doelstellingen um, gaan uh, verlagen voor uh, niet het aantal bussen wat ze uh, denken te leveren binnen nu in vijf jaar dat zijn de 3000. Ja. Uh, maar hun marge-doelstelling hebben ze fors verlaagd. Eh, ja. Ze gingen bij de IPO vanuit, uh, dat was eind 2021, uh, van 35% EBITDA-marge. Die hebben ze neerwaarts bij moeten stellen naar 20 tot 25%. Dus we hebben vorig jaar mei hebben we onze investment case. We zijn na de IPO, een half jaar na de IPO zijn we ingestapt. Te vroeg achteraf gezien. Eh, IPO is 23 euro per aandeel, we zijn even naar 30 euro geweest en nu staan we op 7,50 euro, denk ik. Je hebt misschien... Uh, ja, hoe is het maar. Nee, dit dus is een enorme teleurstelling. Ja. Achteraf gezien kan je zeggen, ja we zijn uh, te vroeg ingestapt. Maar je weet bij dit soort bedrijven uh, ja. uh, dat het uh, vaker uh, nou, nooit lineair omhoog gaat en uh, ja. ook niet altijd in één... Zeg maar uh, rechte streep met, uh, met de productie, want daar zit het probleem, het bottleneck. He, ze gaan nu twee bussen in Deurne per dag produceren, daar zitten ze eind dit kwartaal op. En dan uh, ja, hebben ze nog een Chinese partner voor de 2.2. Ja. En uiteindelijk moeten ze naar die 3000 bussen en uh, dan moeten ze opschalen. Frankrijk komt de uh, nieuwe fabriek online eind uh, dit jaar, dus dat wordt spannend inderdaad. Dus uh, wij zijn er sommetjes aan het maken, volgende week zitten zit we weer bij het management. Okay. En ja, dan, ja, want ik, ik, we hadden het net over, over Buffett, hè? En die heeft dan uh, 42% in Apple zitten. Nou, je, hebt, je hebt natuurlijk met ASMI en Bezi, heb je twee in bedrijven die het echt uh, vanaf hoe lang zit het in, enorm goed gedaan. 2010, hebben. 2010, ASMI 2010. Maar je moet Bezi. af en toe ook een beetje afbouwen, nemen. Ja, aan, dat is je, een van onze restricties. Je blijven. Ja, 20% maximale weging, 1 individuele ja. aandeel. Dus dus Schrijf je dan al... naar bijvoorbeeld e zou nu een mooie kans zijn. Uh, er zit zou een vreemde uh, je. Ja. kan gewoon hier van de Valk opbellen en zeggen: doe mij die laatste 10%. Nou, ze hebben nog uh, iets boven de 15%. Moet oh. dus, uh, je dat dan maatje wachten? Uh, <laughs> ja, nou, inderdaad, zou heel goed uh, kunnen. Maar, we stappen die helemaal uit, denk je? Of, uh, weet ik nee, niet. Of, nee, nee, daar hebben wij natuurlijk geen inzage nee. in, inderdaad. Uh, maar ja, je kan misschien denken aan een, aan een basic fit scenario, ja, waar we de positie uh, ja. vorig jaar um, vervijfvoudigd hebben. En uh, de weging althans. Dus ja, daar, daar zou je aan kunnen denken, inderdaad. Heel ja, het complexie... management om te kijken. Ja, maar oh. eens kijken, al onze sommigen zijn we nu mee bezig. Om alles weer eens goed tegen het licht te houden. De eindmarkt, de concurrentie ja. zit ook niet stil. VDL heeft recent ook een composite uh, bus gelanceerd. Die is weliswaar uh, leeg gewicht 13.000 kilo. En die van die Busco is 9.500 kilo. Dus er zit nog steeds uh, een Wek fors het nou verschil als je erin zit. Nee, de nieuwe ja, bus uh, ja, zware bus. Die rijdt hier okay. uh, nog niet. Uh, ja, Waterland gaat <tie> de straks uh, rijden. Ze hebben de toch composite bus? Die is toch. Uh, ik, ik ja, dat ja. Dus, dus de kosten van ownership lager is. Oh, veel die, lager. Die zo, ja, dat, dat scheelt soms tientallen procenten. Ja. ja, en VDL heeft nu ook een composite bus. Uh, ja. Net gelanceerd. Maar die weegt dus 3.500 kilo zwaarder. Ja. Op 9,5 ton ja, dat van. Dat scheelt wel uh, wat. Ja. ja, dat is, is gigantisch. Uh, dus nee, de technologie is nog steeds superieur. De bus is superieur. Alleen wil niet zeggen dat je altijd uh, alle tenders uh, nee, wint. Nee. En uh, de executie ja. hè, is belangrijk. Uh, dat moet allemaal wel geproduceerd worden. Ze moeten het eerst doen door een partner. Nu doen ze het uh, helemaal zelf, de 3.0. Ja. Dus ik ben benieuwd inderdaad. We zijn er recent weer geweest in de fabriek. Maar er uh, ah. wordt met man en macht aan gewerkt om dat uh, te realiseren. Wat ik wel bijzonder vind hè, in die, uh, die hele electrical vehicle markt, de EV markt. En of het nou bussen is of, uh, of auto's. Er wordt altijd heel ontzettend of vaak enthousiast gereageerd op beleggers als er zo'n IPO is. Hè, want dat is dan ja. weer de toekomst. Uh, maar je hebt het gezien ook bij de ontwikkeling van um, de elektrische auto's door de Duitse autofabrikanten. Uh, dat het nog niet zo makkelijk is. En je ziet nu ook dat um, zo'n Tesla bijvoorbeeld, hè, daar wordt eerst lacherig over gedaan of gaat hij het wel halen of niet. Uh, maar dat hij toch in zijn uitvoering van zijn uh, productieplannen uiteindelijk uh, wel een hele grote voorsprong heeft. Ook met producten, als je het vergelijkt met anderen. Uh, ten opzichte van, uh, van nieuwkomers. Uh, maar ook ten opzichte van de bestaande oude ja. autofabrikanten. Daarbij moet je ook nog meenemen dat um, de Duitsers uh, met name, maar wij als Europese autobouwers. ook last hebben, denk ik, van, of het moeilijk krijgen van de opkomst van de Chinese autobouwers. Want die zijn toch. Als ik dan hè, puur van, joh, waar haal jij je ideeën vandaan? En ik ben NS1, hè? ik ben ja. op zoek naar, oké, okay, wat wordt dan straks mijn volgende nieuwe auto? Ik denk dat de kans bijzonder klein is dat het een Europese elektrische auto wordt. Als je kijkt naar value for money, ja. hè, wat je krijgt, uh, levertijden, ja, dan, dan ontkom je eigenlijk niet aan of dat het wordt een Chinees of een Tesla. Maar de ja. Europese auto's die vallen eigenlijk nou, af en dat is denk ik ook. Niet dat jouw. zal met de andere hè, met bussen het anders zijn, maar ja, dat is geen het, hoge volume. Productie het is nog man. niet zo makkelijk om uh, zeg maar zo'n als je zo'n markt al um, voor een deel in de handen hebt, zoals Tesla, om dan ondanks dat je een grote bestaande autofabrikant bent als BMW of Mercedes, ja. om dan zeg maar uh, dat heel even makkelijk te passeren. Want die gedachte leefde er wel. Ja, ja het is niet. Maar dat is, is ook want uh, het is een, een heel ander, eigenlijk een heel ander ja, product. Klopt. Is nou, dat is het voordeel van Ibisco. Hè. Die heeft geen legacy. Zoals uh, Iveco dat wel heeft. MN, en Mercedes en Volvo. En, ja. en VDL en ja. natuurlijk ook. En dat heeft uh, Ibisco niet. Dus dat nee. zie je ook in dat uh, de, de technologievoorsprong en de innovatie. Uh, hebben ze nog steeds een behoorlijke voorsprong op de, op de concurrent. Alleen uh, je moet wel die bussen produceren. Ja. Oké, okay. Nou, je laat me weten wat er gebeurt. En als je bij gaat komen, moet je het even zeggen. Want dan doe ik natuurlijk ook mee. <laughs> Gewoon <laughs> oh, ad value fund kopen, Nico. Dus ja, ik had het goed. is nu overal te kopen. Hè? Want ik dacht dat jullie ja, 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 eerst, eerst niet oh, bij de Giro stonden, maar nu wel, toch? Is ja, nou ja, er, er is, ja, je hebt wet en regelgeving met allerlei uh, mooie kits, uh, key investor documents, ja. et cetera. En ja, blijkbaar alle beleggingsfondsen bij de Giro lagen eruit, hoor. Dus niet, oh, wij, oh, okay. uh, niet ja, ja. wij als enige. Maar, uh, maar nu weer op het schap voor mensen die daar. Misschien ja, ja, nee, ja, je je kan je kan heel even kort zeggen, waarom zouden mensen de ad value fund kopen en niet. Niet zelf die aandelen kopen? Nou, je of hebt maar... altijd de beste aandelen in, in portefeuille als je kijkt ja. naar smalle midcaps. Um, en ja, we hebben toegang tot het management. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, en soms zitten er wel goede IPO's uh, tussen, maar we hebben niet meegedaan met IPO's. Dat doen we in principe nooit. IBUSCO daar trouwens ook veel later. Ja. Uh, ja, en ja, professionele beleggers, alhoewel. Uh, ja, um, we laten ons niet leiden door emotie, rationeel blijven denken. Dat is denk ik van de meeste beleggers een fout. Dat je kijkt naar historische kostprijs bijvoorbeeld. Dat je ergens winst hebt gerealiseerd. Dat je daarvan afscheid neemt. ASMI en BC als voorbeelden. Natuurlijk. En daar kan je met een beleggersfonds zoals wij, dat zijn... Uh, nou ja, zie Je ziet alleen de beurskoers het veelje, maar zie je niet in de vele enorme uitslagen. En onze historische kostprijs waar wij nooit naar kijken. Kijk altijd naar de toekomst vooruit. Mm -hmm. Is nou een onderneming waard? Waar gaat de onderneming naartoe? Ja, en daar kan je als particuliere beleggen van, van profiteren. Dus uh, ja, wat ik zeg. Uh. Ja. En altijd mooi uitgelegd, mooie analyses online. Ja, dus we zijn kunnen, wat kunnen dat we betreft wel heel transparant. De ik denk echt ja. uh, vergaande analyses. Simon, uh, we zijn altijd nog een laatste uh, uh, stichtelijk woord tip. Uh, advies. Gaan we naar die 800? Wat, wat, jij bent... Tuurlijk gaan we naar die 800, <laughs> ja? maar wie is er dan ik er aan het vijf? <clears throat> ik begin altijd uh, als ik het. Uh, nou, Meestal doe ik het aan het einde van. Uh, van mijn presentaties richting klanten of prospects. Beleggen is eigenlijk heel makkelijk. He, een koers van een wereldwijde aandelenindex... die begint linksonder en die eindigt rechtsboven. Je <laughs> begint te lachen. Ja, ja nee, dat klopt. Maar daar kun je geen spel tussen krijgen. Nee. Het probleem is alleen dat mensen soms haast hebben. He, van, ja. Het gaat me niet snel genoeg, ja. ongeduldig zijn of in paniek raken. Ja, dat maar als je de tijd ja. hebt, he, je huiswerk goed doet, je rustig blijft, is beleggen eigenlijk super simpel. Ik noem mezelf zelfs ook wel zo'n een aandelen boeren. je wat heeft het nou met boeren te maken? Nou, ik oogst risicopremie. Ja. ja mooi jij snapt snap oh, hoe dat, is, hoe ja, dat nee, werkt. Exact. Ik kom ook van de boeren. Maar dus daar ga gaat het om. Ja, dus je moet geduld hebben. <laughs> Goed. Nou, um, ja, dat is denk ik een mooi afsluiter, mooi stichtelijk woord van Simon. Ik oogst risicopremie. Dat is wat we doen, lange termijn beleggers. Jongens, uh, was heel erg leuk dat jullie hier waren. De gebroeders viersma. Nou, Dennis viersma er is geen familie van jullie, hè? Want ik was nog een beetje nee, bang. Ik denk, nee. straks is Dennis er ook bij. En dan, ja, nou, nee, ja, dan, meteen dan heb je een probleem. Maar dat is geen... Nee, is... nee, nee, geen nee, nice nee, sir, ofzo? nee. Geen idee. Ik zal nog eens in de stamboom opzoeken. Maar ja. ik uh, ja. nee, ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk, dat jullie er waren. Mensen, bedankt voor het kijken. Nogmaals, wie de tip wil weten, moet even onder de video kijken. Daar staat een linkje. Klik je aan en dan kan je hem zelf opvragen. En uh, dank ik mijn gasten. Gebroeders, Wiersma. En tot de volgende ja, week. Tot de volgende keer. Ja.